Senja, Martens, we zijn hier vandaag in Tubeke. Er stonden deze week twee oefenmatchen op het programma van de U23 tegen Frankrijk. Geen makkelijke wedstrijden, denk ik, hè, want die speelsters komen uit de D1 Arkema. Speelsters van PSG, Montpellier, Bordeaux onder andere. Hoe liep het allemaal? Inderdaad, wel een mooie tegenstander om tegen te spelen. Ik denk dat we heel leerrijke momenten gehad hebben in de twee matchen. Ze spelen inderdaad op een topniveau. Er zit ook eentje bij van Juventus en PSG. Dus ja, dat is anders dan hier bij ons in België. Maar ik vind dat we wel zowel de eerste match als de tweede match wel hebben getoond en een goede prestatie hebben neergezet. De tweede wedstrijd hadden zij wel natuurlijk anders aangepakt dan de eerste, wat we ook wel verwacht hadden. Maar al bij al vind ik wel dat we twee goede prestaties hebben neergezet. Ja. Jullie wonnen de eerste wedstrijd 1-0. De tweede, jij scoort bijna. Die bal tegen de paal of lat, denk ik. De eerste wedstrijd winnen we met 1-0. Tweede hier, ja, inderdaad. Begin tweede helft, bal op de paal. Het is natuurlijk jammer dat hij niet binnen gaat, want ja, dan kan het natuurlijk anders lopen. Maar ja, dat is voetbal. Ja, het is, zoals je zegt, zijn leerrijke momenten. Ook die speelster van Juventus, die was wel heel goed, hè, op middenveld. Ja, dat is natuurlijk. Ja, ik ken haar al, want ze heeft ook bij PSG gespeeld. Ik had al tegen haar gespeeld. Dat is natuurlijk, ja, dat is wereldklasse. Dat is een heel goede speelster, dat zag je ook aan haar. Dat is gewoon wel mooi om daar tegen te kunnen spelen. Want ja, dat is natuurlijk een ervaring en dat is een ander niveau. En daar wordt je als speelster ook gewoon beter van. Ja, dit België-Frankrijk was het. Dat is ook een van die affiches op het EK in Engeland. Hoop je daar ook bij te zijn? Ik denk dat elke speelster van de ruime selectie hoopt op een selectie te maken voor het EK. Het is natuurlijk wel nog effe, maar ik ga er sowieso mijn best voor doen. En de bondscoach maakt zijn selectie. En zowel als dat positief is of negatief, je moet daar als speelster sowieso mee om kunnen. En dat zullen we dan wel zien. Ja, en dit was zeker een goede oefening, hè? Ja, absoluut. Het is een heel mooie tegenstander om tegen te spelen. Ik denk dat we zowel als groep als individueel hier sterker zijn van geworden. Dus het was inderdaad een mooie wedstrijd. Oké. En nu nog met OHL, de laatste wedstrijden in de play-offs. Hoe bekijk je dat nog? We hebben nog 5 wedstrijden, denk ik. Dus inderdaad, we hebben een paar domme punten laten liggen. We bekijken dat nu week per week en we zien wel wat het einde van de competitie brengt. Oké, ik dank je. Ik wens je in elk geval veel succes, zowel met de OHL als met de Belgian Red Flames uiteraard. Dank je wel.